Nou hoor je een geluidje. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met u vandaag? Ja, nu nog wel heel veel pijn en heel stijf omdat ik met mijn wedstrijd kom. Maar ja, verder gaat het op zich wel. Heeft u dat altijd last als u 's ochtends ja, elke ochtend. Ja. En dat gaat dan wel in de loop van de dag beter? Of ja, het duurt wel een tijdje. Ja, het ligt natuurlijk ook aan hoe laat ik mijn wedstrijd kom. Maar meestal duurt het wel een aantal uren voordat het wat beter gaat. Okay. En dan als het wat beter gaat, dan gaat het op een gegeven moment misschien 2-3 uurtjes goed en dan daarna weer minder. Omdat ik gewoon moe word dan. Ja. Veel pijn. Oh, dat is wel vervelend. Ja. En bent u al een beetje gewend in het verpleeghuis? Ja, dat zeker wel. Dat, ja, gelukkig wel. Dat valt me heel erg mee. Ik begin steeds meer mensen te kennen en ja, gezellig met elkaar beppen zoals alle vrouwen het zo ver doen. Dus, ja, dat gaat goed. Ja. Nou, ja, mijn man heeft gelukkig ook naar zijn zin, want ja, het is natuurlijk altijd nog maar afwachten. Want hij moet eigenlijk natuurlijk voor mij mee, moest hierheen. Maar ja, die heeft gelukkig ook naar zijn zin. Dus, nou, dat is mooi. Ja, zeker. Nou, wat we vandaag gaan doen, dat is, u had aangegeven dat u last heeft, dat u het moeilijk vindt om te eten s'avonds. Ja. Dat het met bestek vasthouden eigenlijk niet zo goed gaat. Nee, dat gaat helemaal niet. En wat kunt u aangeven wat er niet goed gaat tijdens het eten? Ja, het kost gewoon heel veel moeite alles. En ik kan het bestek gewoon niet vasthouden. Het glijdt uit mijn handen en het lukt gewoon eigenlijk niet. Ik krijg eigenlijk gewoon geen hap naar mijn mond. Want het bestek kan ik niet vasthouden. Oh, oké. Okay. En hoe eet u normaal gesproken? Waar zo eet u? Nou, meestal zitten mijn man en ik op de bank. Dan kijken we het journaal om deze op de hoogte te blijven van allerlei dingen. Ja. En dan zit mijn man naast mij. En dan heb ik het bord op mijn schoot. En meestal voelt hij me dan. Dus hij gaat dan met de lepel naar mijn mond. Ik doe eigenlijk niks, alleen het bord op mijn schoot houden. Ja, en hoe vindt u dat? Ja, ik vind het vreselijk. Het liefste eet ze natuurlijk zelf. Ja. Ook voor mijn man. Mijn man die eet een koud eten altijd. Ja, dat vind ik wel ziek. Ja, het kan niet anders. Maar dan wil ik nu dat u even gaat proberen hoe u thuis eet. Dus dan mag u straks uw stoel een beetje naar achteren schuiven. Zodat het lijkt alsof u op de bank zit. Ja. Mag u het bord op de schoot nemen. En dan het bestek pakken. Wat u denkt dat u nodig heeft. Snap je? Ja, dus ik moet nu gewoon naar achteren zitten. Ja. Nou, gewoon thuis, zoals ik thuis. Ja, een bord op uw schoot erin. U gaat aan dat u dat altijd doet. Mag u het bord weer op de tafel zetten, als dat lukt? U mag weer, als het lukt, een beetje aankomen schrijven aan de tafel. Vond u zelf dat het ging? Ja, eigenlijk niet zo goed. Waarom? Wat ging er niet goed? Ik kon het gewoon niet vasthouden. Ja, het gleed elke keer uit en het wiebelde en ja, het lukt eigenlijk niet. Nee, dat viel me ook een beetje op. Vond u het ook zwaar of deed het pijn? Ja, het deed wel pijn, want je probeert het natuurlijk toch vast te houden. En dat doet wel pijn, want ja, dat lukt gewoon niet met mijn handen. Nee. En ja, het is heel vermoeiend omdat je maar blijft proberen, maar het glijdt elke keer weer uit. Dus, ja, dat zag ik. Het zag er inderdaad een beetje vermoeiend uit en het lukte ook niet zo goed. Nee. Daarom heb ik eigenlijk gelijk een beetje een tip voor u. Het is misschien makkelijker als u voortaan aan tafel eet, zodat u dat het bord al wat hoger staat, dat u de vork en het mes niet zo
hoog hoeft te brengen. Dat het is een minder afstand. Ja. Dat is misschien makkelijker. Heeft u, vindt u dat zelf ook misschien dat u denkt dat het helpt? Of? Ja, ik denk het eigenlijk inderdaad wel. Maar ik vond het ook wel gezellig op de bank. Ja. Maar ik denk, we kunnen ook nog. De tv is ook nog wel te zien als ik aan de tafel zit. Dus ik denk dat het wel. Sowieso is het denk ik wel beter. Dus ik zal het wel proberen. Ja, dat is misschien in ieder geval een tip. Okay. En verder heb ik ook nog wat hulpmiddelen. Heeft u zelf ook al een keer een andere manier bedacht om te eten? Ja, ik heb al eens geprobeerd om aan tafel te eten, wat jij net ook aangaf. Ja. En dat zat op zich inderdaad wel prettig, maar dat bestek, dat ga ik nog steeds uit mijn handen. Dat is nog steeds een probleem. Ja. Okay. Nou, daarom heb ik eigenlijk deze vork ook meegenomen. Hij ziet er misschien wat raar uit. Ja, inderdaad. Maar hij heeft een wat grotere handvat, zodat u hem makkelijker vast kunt pakken. Er zitten ook wat groefjes in, zeg maar, zodat u de vingers erop kunt leggen. En zo glijdt hij wat minder moeilijk uit uw vinger. Ja. Dat is misschien wel makkelijker. Ja. En verder zit daar ook een buiging in, zodat u niet met de pols de beweging hoeft te maken. Oké, okay, ja, dat is wel makkelijk, denk ik. Ja. Dat moet ook heel erg bij jou geven. Kunt u deze misschien even proberen, dat u hem vasthoudt? Dat u ook een hap probeert te eten. Oh, sorry. Kunt u misschien iets meer proberen aan te schuiven aan de tafel? Ja. Nee, dan zit u iets dichterbij. Dan gaat het misschien nog makkelijker. Ging met deze vork? Ja, wel big time. Hij bleef niet voor mijn hand. Hij glijdt er niet elke keer uit. Ja. Ja, en dat ik zo mijn pols niet hoef te bewegen, dat is ook wel prettiger. Dat is minder pijn. Dus, ja, het zag er ook wel beter uit inderdaad. En heeft hij nu nog dat het heel vermoeiend is of dat het pijn doet? Nou, dat valt op zich wel mee. Het valt wel, ja. Nog wel, het is wel vermoeiend. Het doet toch pijn, maar ik heb altijd pijn. Maar het is wel te doen, ja. In ieder geval stukken beter als met het gewone bestek. Oké, nou, dat is mooi. Ja. Leggen we deze nog eventjes weg. En dan heb ik ook nog een lepel. Want u gaf ook aan dat u altijd een bakje vla eet. Als u klaar bent met eten. Ja, dat ook eigenlijk niet zo goed meer ging. Nee, dat ging eigenlijk ook niet mee. Nou, daarom heb ik eigenlijk ook een lepel meegenomen. Die heeft ook een wat breder handvat. Zodat u hem ook beter vast kunt houden. Zou u hier ook één of twee hapjes mee kunnen eten? Ja. Vond u dat het nu ging? Ja, ook wel beter. Ja, dat ging zo ook wel goed. Alleen, ik denk dat het ook handiger is. Ja, ik weet niet of dat bestaat bij mij. Om ook zo'n ding. Met zo'n hoek. Ja. In een lepel te hebben. Ja. Nu moet ik toch nog wel bezig met mijn pols zo. Dat doet gewoon pijn. En met die hoek had ik het helemaal niet. Ja. Niet wel niet. Die lepels bestaan wel. Die heb ik alleen vandaag niet meegenomen. Maar misschien ook hem de volgende keer mee kan nemen als ze dat graag fijn vindt. Dat wil ik nog wel een keer oefenen. Ja. Dit zag er ook al wel makkelijk uit. Maar misschien is het inderdaad handig om zo'n andere lepel ook nog te proberen. Zou je het een prettig idee vinden om deze vork en die lepel mee naar huis te nemen en daar nog wat meer mee te oefenen? Ja, als het mag zou ik dat heel graag. Ja? Thuis heb ik het natuurlijk niet. Nee. Nou, dan mag u ze mee naar huis nemen. Dan zal ik volgende keer. Zal ik dan ook die andere lepel nog meenemen. En de volgende keer dan gaan we ook nog met het drinken aan het werk. Dus u had aangegeven dat dat eigenlijk ook wel lastig ging. Ja. De beker vasthouden. En, dan gaan we daar aan de slag mee. En dan gaan we dit nog even naspreken. Hoe het thuis ging met het eten. Ja, oké. Heeft u nog vragen?
Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, het is eigenlijk wel duidelijk allemaal. Ik vond het wel handig dat met deze vork en lepel. Oké, okay, nou, dat is ook mooi. Ja. Nou, dan wens ik u succes met oefenen nog thuis. Ja, dankjewel. Het zal wel leuk worden. Ja? Ja. Oké, okay, nou, tot de volgende keer. Tot ziens.